Zijn nog steeds boos omdat je niet verteld had? Blijkbaar. Nou, dat gaat dan een gezellige kerst worden. Goedemorgen allemaal. Nou, ik hoop dat jullie net zo van de kerstvoorstelling hebben genoten als ik. Zo erg, hè, van die voorstelling. Ja, Lucas. Hoe vond je dat nou? Dat je ex heeft liggen neuken met je neef. Ik heb dus gehoord dat ze het op haar verjaardag deden. En toen was het waarschijnlijk pas 2 uur uit of zo. We gaan gewoon beginnen, ja? Waar zit je Bella eigenlijk? Geen idee. Is niet meer online geweest sinds de voorstelling. Thomas ook niet. Ik wist hier ook niks van, hè? En nu? Iedereen weet het al. Adoptie? Zullen ze nog aan ons vragen? Dat denk is het hetzelfde. Niet. Het is een schande. Dat doe je als niemand het weet of mag weten. Trouwen? Ze zijn minderjarig. Ja, met speciale toestemming mag het wel, hè? Ik heb het wel eens eerder gezien in een situatie als deze. Dan is dat nog een optie. Lucas. Luc. Lucas. Wat? Kunnen we praten? Jij niet werken? Jawel, maar ik vind dit iets belangrijker. Nou, ik heb niks te zeggen en als jij het zegt, weet ik niet wie van de waarheid spreekt. Denk je serieus over mij? Ik weet het niet. Ik ben gewoon boos op Thomas, op Isabella en op jou. Jij wist het en je hebt mij niks gezegd. Ik snap gewoon niet dat iedereen zo heeft staan liegen. Dat jij hebt staan liegen. Sorry. Spijt me. Kan ik iets voor je doen? Smaakt het? Mooi. Ik had dus een idee, maar ik weet niet, misschien vind je het wel gewoon stom. Zo. Weet je nog die keer dat we kerst in het café hadden gevierd? Mm-hmm. We hadden toen gewoon zo gezellig. Mijn moeder en ik hadden overal flyers opgehangen. En ze vond dat niemand alleen mocht zijn met kerst. Maar vervolgens kwam het hele dorp en iedereen had eten meegenomen. En het was gewoon ja, zo gezellig. Ja, ik weet nog wel. Ik heb nooit meer zoveel gegeten als toen. Ik wil dat deze kerst weer doen. Echt? Ja. Weet je, ik zal nooit meer kerst met mijn moeder kunnen vieren. Maar ik kan het wel op een manier vieren die zij heel leuk had gevonden. Ik vind het een super idee. Hoe voel je je? Moe. Verschrikkelijk. Daar gaat het toch helemaal niet om? Daar gaat het wel om. Ik weet niet zo goed wat ik kan doen. Ik weet niet eens meer wat wij van elkaar zijn. Kijk, je was eerst de vriendin van Lucas. En toen werden wij beste vrienden. En ja, na je verjaardag tijdens de bruiloft hebben wij niet eens meer normaal gepraat, weet je. Kijk, ik weet dat onze ouders een topplan bedenken om onze reputatie te redden, maar mijn reputatie was toch al niet al te best. Maar dat maakt mij eigenlijk ook niet uit. Maar ik wil gewoon dat je weet dat ik er voor je ben. Ook als je een keus maakt die niet voor je wordt bedacht. Ook als ik abortus zou willen. Ja, ook als je abortus wilt. Sta ik achter je. Ik bedacht me vannacht dat dit babytje echt zo los is. En dat is best raar. We hebben gewoon een mensje, de helft van jou en de helft van mij. Ja, dat is best wel raar, ja. Maar ook een soort van gaaf of zo. Ik weet het niet. Alsjeblieft.
Ik wilde je geen pijn doen. Ik weet niet wie je vader is. Maar wie het ook is, hij heeft je moeder heel veel pijn gedaan. Ik moet het gewoon weten. Pap, ik ga me omkleden. Als jij ook nog mee wil naar het brandpunt, moet je het nu doen. Ik ben al klaar. Pap, wat zie je er netjes uit? Ja, dat vond je moeder altijd belangrijk met kerst. Nou, ga jij je omkleden, dan ga ik mijn dessert nog even afmaken. Je hebt iets gemaakt. Ja, schiet maar op. Oké. Hoi, wat leuk dat jullie er zijn. Ja, Lucas stond erop. We hebben soep meegenomen. Echt? Wat lekker zeg. Dus jij bent de nieuwe aanwinst van de familie. Mm-hmm. Nou ja, nieuw. Eerder opnieuw. Het eerst was je natuurlijk met Thomas. Zoiets zeg je niet. Nou, ik kan Emma wel hebben hoor. Ja, dat is oké. Okay. Als je het over hem hebt. Neefje. Hoi. Hey. Het was een slecht idee om hier te komen. Op zich niet. Ik heb best wel trek. Hey man. Hey man. Er is wel weinig variatie, hè, dan deze mango salade. Ja. Hey. 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 Lust jullie wat? Nee, bedankt. Heb je die zelf gebakken? Ja. Lekker. Dankjewel. Gaat heel wel beter met je zoektocht? Nog niet. Maar ik geef niet snel op. Nee, ik ken jou. Moet je niet eten? Ik heb niet zo'n honger. Ik wilde het je vertellen. Echt? Nee. Eigenlijk wilde ik het helemaal niemand vertellen. Ik schaam me dood. Maar je had het wel verdiend of van mij toch? Dat zou fijn zijn geweest, ja. Jij en Thomas. Je had ik moeten zien aankomen. Nou ja, denk ik. Weet je al wat jullie gaan doen? Ik wil geen abortus. Verder weet ik het niet. Je hebt geen plan. Dat kan niet makkelijk voor je zijn. Hey. Hey. Moet je nog lang achter de bar staan? Ja, het is best wel druk, maar het is echt wel leuk. Kom je zo gezellig bij ons zitten? Ja, is goed. Als ik zo tijd heb, dan kom ik naar je toe. Oké. Wil je ook? Ja, graag. Ik ben Thomas trouwens. Dat weet ik. Gefeliciteerd nog. Of niet? Ja, thanks. Ja, het is raar, maar we moeten het er maar mee doen, hè? Ja, ik heb geleerd dat hier heel veel dingen raar zijn. Maar zo gaat dat hier. Wat voor dingen? Nou, om het feit dat het internet het hier nooit doet. En dat iedereen hier een relatie met elkaar heeft gehad. Of heeft. Alles is met elkaar verbonden. Ik bedoel, jij ging eerst met Emma. Toen ben je vriend gegaan met haar nichtje Ashley. Dat weer het zusje is van Olivier. Die weer getrouwd is met jouw nicht Angelique. Ondanks dat het verboden was. En jouw neefje Lucas, die heeft nu een relatie met jouw ex Emma. Maar dat maakt niet echt uit, aangezien jij nu een baby krijgt. Met zijn ex, Isabella. Weet je, het is gewoon raar. En ik vind op dit moment echt iemand superleuk en daar krijg ik gewoon geen hoogte van. Niet zo erg als jullie problemen, maar ja, het is gewoon irritant. Misschien moet je het hem gewoon vertellen. Ik weet het niet. Heb je eens naar jezelf gekeken? Zegt toch niemand nee tegen? Dank je. I guess. We zijn zwanger. Zwanger? De familie breidt wel uit zo. Ja, ja, we zijn er heel blij mee. Wat geweldig om te horen. Gefeliciteerd. Hey. We komen even kijken of Thomas hier toevallig is. Ja, die is hier met Isabella.
Hoe is het met jullie? Ik hoop beter. Hey Dylan, kan ik je even spreken? Ja. Ja, tuurlijk. Sorry dan. Ik moet even spreken. Ja, wat dan? Ik vind je leuk. En ik weet dat je gevoelens had voor Rebecca. En ik weet niet hoe dat nu zit. En ik heb helemaal geen zin in een liefdesdriehoek verhouding. Nee, dat is tussen mij en Rebecca, dat is niks. Nee. Ik vind jou ook leuk. Echt. Ja, leuk, leuk, ja, ja. Zo, hebben we hier een reunie zonder mij? Mam? Hey Vera, wat leuk je weer te zien. Susie, hey, hallo. Waar is Hansje? Ja, ik weet echt niet wat ze hier komt doen. Lang niet gezien. Hey oma. Nou, we zijn weer thuis hoor. Heb je het leuk gehad? Ja, het was supergezellig. Nou. Bedankt dat we hier mogen blijven slapen. Tuurlijk. Mam, wat doe jij hier? Ben je niet blij dat ik er ben? Je hebt weken niks van je laten horen en ineens sta je nu voor mijn neus. Ja, ik wilde je verrassen. Ja, dat is gelukt. Maar vervolgens ga je eerst met je oude vrienden staan praten in plaats van met je dochter. Ja, ik dacht misschien helpt het wel met je zoektocht. Sorry? Dacht je nou echt dat ik er niet achter zou komen? Een beetje rondsnuffelen in mijn verleden. Oké, en ga je het me nu vertellen? Is het Hans? Is Hans Verboom mijn vader? Ja.